matchday, oftewel de dag van de wedstrijd. Dag van de wedstrijden. Vandaag is een toernooi met internationale clubs. En ze gaan onder andere spelen tegen PSG, Paris Saint-Germain. Oh ja, Pim? Weet van niks. Ik ga hem verrassen. Pim, Maji. Jij denkt, wat is gebeurd? Ja. Shine is op jou vandaag, bro. Ja. Hoe heb je je vandaag voorbereid? Ja, goed, goed. Op tijd naar bed gegaan. Ready voor de matchday. Nou, volgens mij wil je even bijkomen, hè? Ja. Even die camera uit. Ja. Camera uit! Hey, ho, tas gaat bij mij. Dat is altijd regel nummer 1. Ik ben jouw supporter. Nee, je hoeft niks te dragen. Oké. Okay. Je bent toch helemaal aangekleed? Hebben jullie geen kleedkamers daar? Jawel, we hebben kleedkamer. We moeten er zo in en dan doe ik daar zo mijn wedstrijdje aan. Oké, dat is goed. Bruh. Oh. Oei. Bim, simsalabim. Wat er ook gebeurt, de ballen gaan er vandaag niet in. Bim, simsalabim. Wat er ook gebeurt, de ballen gaan er vandaag niet in. Oh ja, er is geen zon. Ik ben niet scherp, maar wel gretig. Hij gaat tegen PSG. Kan je even succes zeggen? Ja, succes. Dank je wel. Fijne dag. Hoi. Goeiedag, meneer. Ik heb onze superster Pim hier zo. Allemaal goed? Ja hoor. Dit is de nieuwe Courtois. Zeg eens Courtois. 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 Ja. Dit is wat het doet. Hè. Je bent een ster, bro. Geen foto's, geen foto's. Okay, handtekening? Handtekening na de wedstrijd. Oké, okay, is goed. Hey, hey, hey. Alsjeblieft. Oké. Okay. Kijk, deze mensen mogen wel een foto maken. Trui. Ja, dat doe je dan in blauwe trui. Dat is mijn oude trainer, hè. Legendarische trainer Eenor in de building. Hey boys, hebben jullie zin in wat? Ja! Said, a.k.a. legendarische trainer. Hij wordt vandaag getransfereerd naar PSG. Weet je waarom ik zo doe? Zo gaan die boys straks van Feyenoord, Ajax, PSG, zo gaan ze binnenlopen. Zeg maar, zij zijn het. Maar ze zijn het niet. Ze zijn nog nergens. Ze denken, ze zijn al Mbappé en zo. Nee, maar jullie zijn de zwervers. Jullie hoeven niks te bewijzen. Als zij van jullie verliezen, ze hebben een probleem. Als jullie verliezen... Is niet zo erg, toch? Tuurlijk, je bent voetballer, je hebt zoiets van, hey, hoe bedoel je? Wij komen gewoon tegen wie we ook spelen, we willen gewoon winnen. Dat snap ik. Maar jullie hebben in feite al niet verloren. De spanning, weg. Calma, calma. 3, 2, 1. Calma, calma. Hey, we doen niks, hè. Beter even vrienden worden met de politie. We gaan vandaag de zwervers volgen. Ze gaan tegen Feyenoord en tegen PSG. Als er nou iemand een goaltjesdief is, wat doen jullie dan mee? Kijk, nu moet ik altijd rem zijn, hè? Ja. Daar zijn de tegenstanders. Feyenoord, eerste tegenstander. Luister, loop een beetje stoer, loop een beetje stoer. Ja, toch? Dus jullie zijn Feyenoord, hè? Huh? Wie durft penalty bij hem te nemen? Wie? Hey, yo, ze zijn bang! Wie durft penalty te nemen dan? Doe je vinger omhoog. Wee, yo. Ze hebben zware armen, zeg je, ze gingen echt zo helemaal zo. Ja, ze tillen 100 kilo. Je hebt ketchup gegeten. Nee. Echt, kijk, ik fles jou niet, bro. Kijk hier. Wee, yo. Dat zit mentaal, ik zit in zijn hoofd. Pas die bal, pas. Mijn keeper doet tenoeis, hè. Hij laat jou expres scoren, zodat je straks niet gaat scoren. Hartje. Wat voor keeper ben je eigenlijk? Lijnkeeper, ja. Ik kom uit mijn goal komen, ik voetbal gewoon mee, maar het liefst ben ik gewoon in mijn eigen gebied. Ik ga jou een trucje leren als keeper hoe je een spits kan flashen. Ja, kom maar. Ik ga de bal indraaien met mijn voeten. Jij gaat hem indraaien met je handen. Dat kan jij. Maar de spelers willen maar één ding, ze willen spelen. Pim wil onder de lat staan. Hij wil tegen Feyenoord spelen, tegen PSG. Deze dag wordt onvergetelijk. En ik en jij zijn erbij. De wedstrijd gaat bijna beginnen. De spanning is om te snijden. Feyenoord is er klaar voor. De zwervers is er klaar voor. En ik hoop dat Pim een beetje gekalmeerd is. Want hij vond het super spannend. Maar ik moet hem kalmer maken. We gaan even kijken. Let's go.
Pim die wordt op dit moment ingeschoten. Hij maakt zich klaar. Hij is ready. Dat inschieten is leuk, maar het gaat om dit soort momenten. Het is meer wedstrijd echt. Dus ik heb de trainer gevraagd om alles te gaan veranderen. Laat het even moeilijk maken voor hem. Twee ballen tegelijk. Mooie. En hij andere. Kom op, kom op, kom op. Kom op. Ah, lekker jongen. Zo ben je er klaar voor. Ben je scherp? Ja. Zeker weten, want je weet hè. Oh. Oké, okay, hij is scherp. Kom op. Succes. Daar kan hij toch niks aan doen. Kom op man, die bal gaat in de kruising. Niemand die het te moeilijk maakt, hij kan vrij inkoppen. Daar is El Malazar, die schiet op. Dankzij zijn vingertopje ging die bal tegen de palen. Redding van Pim. Schijnbeweging, de bal komt van voor. Hij wordt weggehaald. Het staat nog altijd een 0-1 in het voordeel van de mannen in het blauw. Die moeten gaan nemen, dat is... Ja, die spits kan er makkelijk doorheen. Ze laten hem veel te makkelijk dribbelen daar. Ze moeten kouwen. Yo. Geen foto's hier. Oh, oké, okay, nee. Ja, dan, dankjewel. Die redding was niet normaal. Laten we eens even kijken. Er is maar één iemand die foto's mag maken hier. Hey, loop naar voren, loop naar voren. Jij. Ja. Loop naar voren. Loop naar voren. Zie je wat voor goede keeper? Ja, maar ze moeten wel beter verdedigen. Maar ik overdrijf niet dat hij een hele goede keeper is, toch? Ja, zeker. Nee. Oh, het is rust, het is rust. Hey, ik wil geen kopje naar beneden. Je hebt een paar wereldreddingen, man. Ja. Ja, ik weet dat je de spelers niet de schuld wil geven, maar ja, het is wel zo. Ja. Nee. Ben je trots op jezelf? Ja. Hou er zo, hè. Kom maar. Kom maar, bro. Kom maar, hey, box. Maak het te moeilijk, hè. Kom op, hè. Maak het te moeilijk. Ja! Ik ga boos worden op het team. Pim staat er helemaal letterlijk alleen voor. Hè? Kom op, man. Je kan op zijn minst je best doen, man. Gewoon het gif verdedigen, man. Ja, natuurlijk is Feyenoord beter, veel beter. Maar 7-0 is niet nodig als ze iets harder werken. Oké, hey. Luister, ik neem over hè. Alko is de trainer er, we gaan nu even naar mij luisteren. Mij maakt het niet uit of je aanvaller bent of middenvelder. Iedereen moet gaan verdedigen. Jullie spelen tegen een topploeg als Feyenoord en straks tegen PSG. Jullie hebben Pim in de steek gelaten, man. Ik weet dat jullie wel een beetje jullie best doen, maar hij moet meer gif. Kom aan, opladen, eten en dan eten we PSG. Oké, boys. Wat ik nu ga zeggen, meen ik oprecht. Tuurlijk hebben jullie allemaal inzet, 100%. Het is niet zo van, oké, jullie hebben je best niet gedaan. Ik mis zeg maar die van no matter what. Wij gaan hier strijdend ten onder. Ik zeg niet dat je iemand door midden moet trappen. Dat slaat nergens op. Wie had die gif net? Niet iemand door midden trappen, maar gewoon netjes. Dat was deze man, Daan. Pim kan er niks aan doen. We hebben nu ook weer een keeper erbij. Erik komt helemaal uit Rome. En daarom ben jij in de ochtend nog geland vanuit Schiphol. Was druk. Hij kan nu pas erbij zijn. Weet je wat? Jullie nemen een keeper erbij? Ik haal ook een keeper erbij. En zo naar Consitor!
Hou jij de nul? Krijg jij van mij deze hele outfit. Maar Pim ook. Hij fles jou. De nul gaan jullie sowieso niet houden. Waarom kan dat niet? Waarom doe je die tenuis? Waarom kan dat niet? Koen is van FC Tenuis. Bro, ik ben bloedserieus. Ja, doe dat dan op zijn minst eentje. Oké, duw. Nee, boys, let's go! Ga je fluiten of ga je vlakken? Ik fluiten. Capelle tegen... Paris. Alles is buitenspel, hoor. Alles is buitenspel, oké? Okay? Anders zet ik jou buitenspel, ga ik fluiten, ja? Ik ga jou rapporteren vandaag, hè? Ja. Ik geef alles door daar in Zeist, hè? Als je een topscheidsrechter wil worden, moet je vandaag Capelle laten winnen. Pim is mijn keeper, Erik is jouw keeper. Ze gaan allebei in helft keeper. Kijk dus wie er meer doorlaat. Erik, die keept maar een helft, hè? Jij zei als hij 1 doorlaat, dan alsnog krijgt hij een outfit. Ik zei eerst 0, maar jij hebt mij weer geflasht door te zeggen 1. Kijk, bij die actie, perfect uitgekomen, maar hij moet zeggen los Barrenderos. Het enige wat beter kan. Dan moet jij hem leren. Hallo, jij bent zijn trainer nu. Erik, dadelijk los zeggen. Erik, je bent goed, maar ik ben nog steeds een beetje voor Pim. Dat bedoel ik met die speech. Ik zei, je moet gif hebben. Dit is een dubbele cheese Big Mac burger. Helen. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik zie geen keeperswissel. Ja, mag niet uit. Kijk, Pim heeft net de hele wedstrijd gekeept. Ja, ja. Samen ga je gewoon delen, toch? Of niet? Ja, maar dat betekent dat trainingsblok nog niet binnen is. Oh, Erik. Je bent nog niet gewisseld. Oh ja, dan kun je nog een probleem hebben, bro. Tweede helft ook gewoon de nul, dat komt helemaal goed. Dus hij krijgt hem ook nog niet. Pim is nog steeds beter. Dat zie ik! Mijn Erik! Erik naar Paris. Erik naar Paris. Erik, Erik, Erik naar Paris. Ja! Hij is echt heel goed. Courtois dingen. Erik Ballon d'Or! Erik Ballon d'Or! Erik Ballon d'Or! Er is Erik's nieuwe man. Dit ben jij voor mij. De buis met de banken! Allemaal mannetje, jelle, jelle! We zijn er bijna, hoor je bijna gewoon 0-0 tegen Paris Saint-Germain. Deze
dag begon door Pim thuis te verrassen. En uiteindelijk lieten jullie je verrassen en hebben jullie Feyenoord overschat. Natuurlijk was Feyenoord beter, maar dat ging niet helemaal lekker. Daarna heb ik jullie een donder speech gegeven. We hebben ook een tweede keeper die het vandaag super goed heeft gedaan. Erik daar zo. Ja. Ik weet zeker dat als jullie de eerste wedstrijd ook zo hadden gespeeld, dan had Pim ook zo'n wedstrijd gespeeld. SO naar Pim! Yes. Nog belangrijker, ook een SO naar Koen. Ja, zeker. Dankjewel, dankjewel. Maar belangrijkste SO naar jullie allemaal! Jij moet een trainingspak gaan geven aan Erik. Ik ga er niet één geven, niet drie, maar twee. Ja. Wij zijn eenlingen, maar wij zijn een team. En die eerste pot keept je ook gewoon fantastisch, dus jij krijgt ook een trainingspak.